Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerkenkar. Ja. Wie is tot het idee gekomen om deze tentoonstelling te houden over winkels en over bedrijven? Ja, dat is eigenlijk druk, hè? Ja, de groep. Heel de groep. Ja, de berggroep gewoon in overleg bij elkaar. Ja. En waar hebben jullie het materiaal gehaald en verzameld? Bij de betrokken mensen. De betrokken mensen van de bedrijven, de winkels uit het verleden. Je bent zelf op pad gegaan. Nou, we hebben adressen verzameld en contactadressen. En we zijn het niet verschijnen. Ah ja, ja. Verzoek om materiaal beschikbaar. Ja, en Peter Broeders, die kennen die ook wel. Die woont nog steeds op dorp, hè. Dus. Ja, de bakken. Ja, wij kennen zijn vader goed, hè. Ja. Die ken jij ook, toch? Ja. Ja, die ken ik ook wel. Maar het is jammer dat je geen foto hebt van de oude Vocht, hè. Van de oude Vocht? Ja. Ja. Ja, mijn vader is ook. Ja. Ja. Ja, daar gaat hij niet verwerken, volgens mij. Te veel achtergrond verlaten. En het is vandaag de laatste dag? Laatste dag. En zijn er veel bezoekers geweest? Heel veel. Erg interessant? Vandaag denk ik niet, maar we gaan wel richting 300. En ze zijn allemaal positief? Een positief gezind? Hele enthousiaste vragen. Ja, zo. Het was een feest van herkenning. Kijk. Ja. Ja, het is ook een beetje gekoppeld met de bedevaart. Ja, in principe niet. Nee, het was niet gekoppeld. Als je het samenvoegt bij de houtskermis. Ja, ja. Ja, ja, dat is ook, was ook een, dat is ook goed gelukt, hè? De bedevaart was ook druk. Ja. Daar hebben we mooie foto's van, hè? Van, ja, van Jan. Die hebben we ook gestolen, hè? Als je gestolen. Ja. Zo gaat dat, hè? Als je, iets op Facebook zet, dan haal het eraf, hè? Ja, natuurlijk. Zitten jullie allemaal op Facebook? Ja. Jij ook? Foto van het café? Ja. Oh. Dank je wel voor deze uitleg. Dat hoort er wel. Op YouTube. Ja. Van welke datum is dit? Dit is van rond 1970. 1970? Ja. Ja. Maar zag je jaren geen café meer? Vanaf 78 niet meer. En wie ben u? Ik ben de zus van... Zus? Ja. Van Grand Cocon. Dit is een mooie foto. Dat is Cocon met zijn oudste zus. Oh ja. Ze waren zijn werk aan het maken in de Willemstad bij de Volkshuisluiten. Ja. En er was Jan, die was 12 jaar en die reed heel de dag al in die GMC op afgesloten terrein. Ja. En alles gearchiveerd nou, hè. Dit materiaal dat gaat allemaal in mappen nou. De originele gaan terug naar de mensen die ze beschikbaar gesteld hebben. Ja. En digitaal is ook alles opgeslagen. Ja, dat zijn we aan het betalen. Ja. Ja. Ja, ik zeg tegen Jan, ik heb hier en daar nog wel wat namen erbij. Ah ja. Ik zal ze fotograferen en zal ik de naam toestaan. Ja, goed. Ja, mijn e-mail had ik... Oh, dat is bij Jan. Ik heb het stuur naar Jan. Nou, ik wil jouw e-mail, dat is geweldig. Nee. Ja, wel joh. Ja. Zeg, ken ik niet. Ken ik het gezicht wel? Nee, hè? Ja, ik ken hem van naam weer. Ik weet dat Jan het nog als een keer over Rienes. Ja, maar dan heel veel mee, denk ik. Ja, want ik ben dan zeker van bijvoorbeeld ook familie van Haltens uit Oosterhout van de Kruidzaak in de Van Henken en zo was zijn zus. Ja. Dit heb je zelf opgezocht, die regio. Ja. Want die staan maar wel, maar je moet weten wat zit. Ja. Nou, ik zeg, de mensen zitten zo ze veel. Nou, ik ben met mijn 15, 16 jaar toen ik met een vriendin met de joker spreek, was ik. Ja, ik ben al te ver aan de kant. Dat is de naam niet. Nou, dat hoort mij misschien niet. Nou, mij misschien waar toen de naam niet zat te zien. Was net nieuw, denk ik. Pas ooit of zo, denk ik. Ik heb er twee. Ik heb er eentje in staan als gras. En eentje voor Wat dat verschillen? Ja, met hekketje eraan.